Het nieuws van zaterdag 12 januari. Er zijn miljoenen geïnvesteerd en allerlei campagnes op losgelaten. En toch lukt het maar niet om van de Veluwe weer vakantiebestemming nummer 1 te maken. We staan op nummer 2, maar we willen voor goud. We willen op nummer 1 komen. Zelfs uit München zijn ze naar de Achterhoek gekomen om de Graafschap een hart onder de riem te steken. Voor de derby, morgen tegen Vitesse. En door de politieacties voor een betere CAO kwamen ruim 100 automobilisten in overtreding er gisteren en vannacht met een waarschuwing vanaf. Goedenavond. Een glossy magazine moet de Veluwe helpen weer de populairste vakantiebestemming van Nederland te worden. Jaren geleden stond de Veluwe op nummer 1, maar het gebied is ingehaald door de Noordzeekust. En dat zit het Veluws Bureau voor Toerisme niet lekker. Daarom werd deze week het nieuwe magazine gelanceerd op de vakantiebeurs in Utrecht. Dit is hem dan, het Veluwe magazine. Het nieuwste wapen van het Veluws Bureau voor Toerisme in de strijd om de toerist. Na... De Veluwe als toeristische trekpleister moet met deze nieuwe organisatie terug op de kaart. Daarvoor is het bureau een reclameoffensief gestart dat tenminste 500.000 meer vakantiegangers moet opleveren. Het Bureau voor Toerisme stelde vandaag de eerste 14 Veluwe-ambassadeurs aan. Volgens onderzoeksbureau KPMG biedt de paardensport grote kansen voor de economische ontwikkeling van de Veluwe. En een tv-serie en geld voor de VVV's en speciale borden en... Maar het lijkt allemaal niet geholpen te hebben. De Veluwe is na een jarenlange toppositie niet meer de nummer 1 vakantiebestemming van Nederland. Dat is de Noordzeekust. We staan op nummer 2, maar we willen voor goud. We willen op nummer 1 komen. Dus ik wil niet zeggen dat het niet geholpen heeft. We hebben natuurlijk ook een hele moeilijke tijd gehad met de crisis en zo, met de MKZ-crisis. Nou, daar gaan we nu overheen. Daar zijn we nu verder, een aantal jaar mee verder. En ik denk dat we nu gewoon voor goud gaan. En nee, de Veluwe is niet alleen maar zwijnen en fietsen in Park de Hoge Veluwe. De Veluwe is ook een pittoresk pleintje in Harderwijk. Je moet vanaf het water, zou je onder de poort door moeten gaan naar dit pleintje. Dan zie je hier echt iets fantastisch. En dat staat dus in het Veluwe magazine. Net als een spiksplinternieuwe theeschenkerij met trekkershutten, camping en museumboerderij de Mariahoeve in Putten. De bedsteden die zien we dus hier, deze. Die is ook nog helemaal authentiek weer ingericht. Het is allemaal authentiek ingericht, ook met alles wat er... stond, is allemaal weer gebruikt. Het is allemaal authentiek dus. De kasten zo zijn ook authentiek weer ingericht. Met de kleren die de mensen gedragen hebben. Juist dit soort onbekende plekjes op de Veluwe moeten door het nieuwe magazine op het verlanglijstje van de toerist komen te staan. Ik durf mijn hand voor in het vuur te steken dat meer dan 99% van Nederland nog nooit van dit plekje gehoord heeft. En het is een gouden plekje waar we heel trots op zijn. Dus straks wordt het niet alleen druk met zwijnen, maar ook met toeristen op de Veluwe. Ik denk als je de bewoners van de toeristische kernen op de Veluwe vraagt van... hey, wil je je supermarkt houden, wil je je huisartsenpost houden... dat iedereen zegt, ja, dat willen we heel graag. En dat kan eigenlijk alleen door die campings, die bungalowparken, die hotels, die attractieparken. Het Veluwe magazine is verkrijgbaar bij alle VVV's, ANWB en reisboekhandels. Winnen van Vitesse. Het is de ultieme droom van iedere graafschapssupporter. Vandaag aan de vooravond van de derby maakten de fans dat de superboeren nog eens duidelijk met een niet mis te verstaan actie. De training van de graafschap is net begonnen als er opeens rumoer is achter het veld. Zeker 80 fans melden zich nadrukkelijk en de opdracht is heel duidelijk. Verliezen van Vitesse is geen optie. Bij het veld worden alle registers opengetrokken. Supporters massaal op de training, meestal belooft dat niet veel goeds. Nee, dan is er meestal stront aan de knikker, zeggen wij in Utrecht. Maar ja, dat is denk ik weer typisch hetgene wat de Graafschap onderscheidt van andere clubs. Hier is het een ludieke actie. Ja, het is echt een mooi stelletje, maar... Ja, het is echt, ja, het is leuk. Kap, jongens! Irritante mensen hier. Nou ja, hartstikke leuk. Dus, Het zijn niet alleen Achterhoekers. Er zijn zelfs supporters die een hele nacht met de trein reizen om hun helden te zien. Dat is wirklich ganz serieus. Man sieht das hier, wir machen auch Banner und alles. Wir kommen einmal im Jahr nach Dudenheim. Und unsere Freunde Dennis und Tirbe haben uns abgeholt in Emmerich am Bahnhof. Ik heb ooit in mijn enthousiasme geroepen, ooit gaan we met de Graafschap Europa in. Maar ja, we worden al een internationale club. Ja, Jimmy van Vessem normalerweise is onze idool. Der Tank. Der Tank. Genau. Kijk,
Kan ze ook nog een contractje regelen bij Bayern? En dan zijn we snel klaar. Trainer Jan de Jonge was bij de vorige wedstrijd tegen Vitesse niet helemaal doordrongen van het belang van deze derby. Ja, Jan! Jan! Die derby leeft zeker wel, of niet? En dat vind ik ook, Jan! Het is niet zo dat ik had verwacht dat de derby net zo leeft als NEC Vitesse. Dat is eigenlijk het enige. En tot slot nog even een uiting van extreme clubliefde. Ja, woede en frustratie bij NEC. De Nijmeegse degradatiekandidaat dacht gisteravond te stunten tegen FC Twente. Maar in de slotfase werd het alsnog 2-2. En dat was te wijten aan een foutieve beslissing van scheidsrechter Haverkort. Mario Been loopt woest de catacombe in naar NEC FC Twente. Hij vindt dat zijn ploeg is bestolen door scheidsrechter Haverkort. Dan moet je een strafschop krijgen, die krijg je niet. Ja, en dan tot overmaat van ramp schiet Twente de gelijkmaker binnen. En dat is heel frustrerend. De scheidsrechter geeft na afloop zijn fout toe. Tim Jansen balt ook, hij had een strafschop moeten krijgen. Ik wil hem die laatste man voorbij gaan en ik word gewoon gehaakt in de 16 meter en er wordt niet gefloten. Ongeloof bij jou. Ja, er was niks van de spel bij. Hij pakt me gewoon volledig. En hij kan niks anders doen dan een penalty geven. Maar ja, ik weet niet hoe hij erbij komt, maar hij besluit anders. Word je ook naar de tribune gestuurd? Ja, goed, je moet alles meegemaakt hebben in je carrière. Dus wat dat betreft vind ik dat niet zo erg. Het hoort niet wat ik deed, maar dat was pure emotie. En ik vond het zo overduidelijk dat hij in de strafschop was. Dat ik me dacht, ik ga het mee bemoeien. Maar ja, dan trek je altijd aan het kortste eind. En dus blijft NEC, ondanks een goede wedstrijd en dankzij scheidsrechter Haverkort, een ploeg in nood. Ja, en omdat NEC-trainer Mario Been dus na de gelijkmaker door Twente in de slotfase van de wedstrijd uit frustratie het veld opliep, kreeg hij een boete van €500 opgelegd. En vandaag ging Been daarmee akkoord. Bij twee grote verkeerscontroles, gisteravond en vannacht langs de A12 en in Arnhem-Zuid, zijn vooral waarschuwingen uitgedeeld. Vanwege acties voor een betere CAO schrijft de politie voor kleine overtredingen geen bekeuringen uit. Maar wie met te veel drank achter het stuur zat of onverzekerd rondreed, kreeg wel degelijk een boete. Zo'n 90 politiemedewerkers controleren bij de Arnhemse Rijnhal automobilisten op drank- en drugsgebruik en geldige papieren. Ook de inhoud en de staat van de auto worden aan een kritische blik onderworpen. Een 27-jarige Arnhemmer met 10 bolletjes cocaïne wordt aangehouden. Het geldt ook voor 3 mensen die gestolen parfum bij zich hebben. Verder neemt de politie illegaal vuurwerk in beslag en houdt ze 2 bestuurders aan die te veel hebben gedronken. Ook langs de A12 in Arnhem en Ede is een grootscheepse controle. Ruim 110 medewerkers van onder meer de korpsen Gelderland Midden en Noord- en Oost-Gelderland, het KLPD, douane, belasting en de Duitse politie doen mee. Bestuurders van 935 personenauto's en 24 vrachtauto's worden naar parkeerplaatsen geleid waar ze een blaastest ondergaan. Ook hier is de politie zuinig met bekeuringen. Er worden 10 processen verbaal opgemaakt. 123 mensen komen er vanaf met een waarschuwing. Optredens van Lange Frans en Baas B en goed gemixte fruitcocktails moesten een kleine 1000 jongeren trekken naar een alcohol- en drugsvrij feest. Dat bleek wat optimistisch. Het voormalige Nijmeegse VVD-raadslid Jolanda van Veluwe wordt waarschijnlijk wethouder voor de VVD in de gemeente Heumen. Van Veluwe stapte eind vorig jaar uit de Nijmeegse VVD-fractie na berichten over een buitenechtelijk avontuurtje met PvdA-wethouder De Pla. Dat zou zijn gebeurd in de fietsenkelder van het Nijmeegse stadhuis. Zelf heeft ze de affaire steeds ontkend. En voor de tweede keer is de Albert Heijn in Malden uitgeroepen tot beste supermarkt van Gelderland. Aan de wedstrijd van de vakbladen DistriFood en Food Magazine deden 13 winkels mee. Ja, het was gewoon een ontlading voor alle medewerkers. En ik heb het nog even omgeroepen. Iedereen was gewoon hartstikke blij en klanten die juichten. En we gaan volgende week ook zeker met de klanten samen een feestje vieren hier. De jury keek onder meer naar de uitstraling van de winkel, het personeelsbeleid en de klantvriendelijkheid. De Maldense Albert Heijn dinkt nu mee naar de titel Beste Supermarkt van Nederland. En handballer David van Bolderen van het Arnhemse Zwift is door het Nederlandse Handbalverbond 2 jaar geschorst wegens doping. Bij een controle zijn sporen van amfetaminen in zijn urine gevonden. Van Bolderen mag nu 2 jaar niet uitkomen in nationale en internationale competities.
Zorgbelang Gelderland, de gemeente Lochem en het CDA en de gemeente Voorst verbazen zich over de ruime voldoende die de regiotaxi in een klanttevredenheidsonderzoek kreeg. Bij Zorgbelang Gelderland wordt zoveel over de taxi geklaagd dat de vereniging af wil van het aanbestedingsbeleid. Ook in de gemeente Voorst regenden het volgens CDA de afgelopen maand klachten. In Lochem wordt gewerkt aan een zwart boek. En het Nijmeegse museum Het Valkhof biedt vanaf 26 januari 5 maanden onderdak aan levende kippen. Het zijn voorlopers van een universele, cosmopolitische kip. Die wordt gefokt door de Belgische kunstenaar Koen van Mechelen. Hij kruist nationale rassen tot hij een exemplaar heeft met alle genen van alle nationale rassen. En dit geluid wordt in de gemeente Berkelland definitief niet verboden. Een inwoner had burgemeester Bloemen gevraagd kraaivrije zones aan te wijzen waar geen kippen en hanen mogen worden gehouden. Maar dat gaat niet gebeuren. Eerder al verloor de man een rechtszaak om de haan van zijn buren. Hij eiste dat het dier de snavel werd gesnoerd, omdat het te veel lawaai maakt. Nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. 12-jarige coma-drinkers en 15-jarige kooksnuivers. Ze zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. En dat moet anders kunnen, vinden ze in Duiven. Het cultureel centrum nodigde Giel Beelen, Lange Frans en Baas B. en Jekyll & Hyde uit. Grote namen die ervoor moesten zorgen dat er ook zonder drank en drugs flink gefeest zou worden. Maar dat viel nogal tegen. Drank en drugs zijn taboe op het Duivense feest. Daarom test de organisatie de jongeren bij binnenkomst. Wat heb je gedronken voordat je hierheen ging? Energiedrank. Beetje vol te houden tot 1:30. Maar drink je wel alcohol normaal? Ja, als het mag wel. Nou mag het niet, dus doe ik het niet. Wat we hier altijd hebben. En ja, mijn vrienden gaan ook niet, omdat er geen alcohol wordt geschonken. Ik ben natuurlijk echt een muzieknerd. Dus vroeger ook al, mijn ouders geloofden het bijna niet, maar dan ging ik echt met een vriendje naar houseparties, dit en dat. En iedereen stond daar strak van de pillen. En ik met een vriendje van me zat alleen maar, oh, te gekke plaat. En wij gingen echt, echt, ja, nog ouderwets uit ons dak van de muziek. Ik drink sowieso niet zoveel, alleen om een beetje over die verlegenheid heen te komen en zo. En dan komt dat goed. €15.000 is er in het feest gepompt. De provincie en de gemeente Westervoort en Duiven hebben meebetaald om het tot een succes te maken. Nee, niet helemaal tevreden. Toch iets te weinig bezoekers. We hadden op meer bezoekers gehoopt. Laat het dan een les zijn. En toch een soort van conclusie dat alcohol toch wel belangrijk is bij zo'n feestavond. Eén kant heel vervelend. Je had natuurlijk gehoopt op een volle zaal. Met mensen die buiten de deur zouden hangen natuurlijk. Maar ja, we hebben alles aan gedaan. Ik vind dat we onszelf niets kunnen verwijten. Dus dit zat erin. We zijn de eerste die het doen. En dan kan het gebeuren. En dan gaan we naar Wageningen voor het weer. Na een mooie middag is natuurlijk de vraag, schijnt de zon morgen ook weer? Amara. Ja, die zon die komt er morgen af en toe goed aan te pas. En dat niet alleen. Het is ook nog eens een keer droog morgen. Dat kunnen we van de afgelopen dagen eigenlijk niet zeggen. Tussen al het wisselvallige weer door, dus toch nog een mooie dag. Want ook vandaag was het wisselvallig. We begonnen in de ochtend met regen. Regendruppels op de nog groene grassprieten. Dat is natuurlijk allemaal weer te maken met dat hele zachte weer. En voorlopig blijft het nog zacht overdag. Want sommige nachten die gaan een stuk frisser worden. Vanochtend dus de start met regen. In de middag kwamen we in de opklaringen in een mooi weergebied waar we ook morgen nog in zitten. Maar ook aankomende nacht dus allereerst wat koudere nacht. Van bovenaf de storing over Nederland al voor een groot deel weggetrokken. Gelderland rond een uurtje of 1 nog wel in de bewolking met af en toe regen. Maar je ziet het eigenlijk al vanuit het westen, de opklaringen die erin kwamen. Maar slecht weergebied ook alweer in de buurt hoor. Vanaf maandag sowieso helemaal grijs en morgen in de loop van de dag denk ik toch ook alweer wat toenemende sluierbewolking. Morgen dus wel gewoon een droge dag. Vandaag absoluut niet veel bewolking in de ochtend met ook af en toe nog wat regen. Maar wel flinke opklaringen in de loop van de middag. Opklaringen waar we vanavond en vannacht ook nog mee te maken houden. En doordat de wind wat gaat liggen, gaan de temperaturen een flink stuk dalen. Rond of net iets boven het vriespunt bij een zwakke tot hooguit matige zuidenwind.
En dan morgenochtend eventjes een frisse start van de dag. In de bovenlucht zien we denk ik in de ochtend wel al wat sluierbewolking. Is nog heel erg dun, gaat pas in de loop van de dag langzaamaan wat toenemen. En verder hebben we te maken met wolkenvelden. Soms hele mooie opklaringen waarin de zon dan gewoon te zien is. En het is morgen gewoon droog. Mooie dag, de mooiste dag van de week eigenlijk. Want de dagen daarna gaat het weer regenen en wordt het overwegend grijs. Morgen temperaturen van een graad of 6 tot 7. Zwakke tot matige wind vanuit het zuiden. Maar nieuwe storing ligt dus alweer op de loer. Einde van de dag sowieso wat meer sluierbewolking. En uiteindelijk naar de maandag toe bijna helemaal grijs. Maandag wel wat droger dan de rest van de dagen. Want op dinsdag en woensdag toch wel regelmatig regen. Misschien ook wel op donderdag. Temperaturen overdag hoog. In de nachten kan het soms wat koud worden. Zingen is haar grootste passie. De 35-jarige zangeres van de huisband van het Arnhemse Café Dollars zit bij de laatste 9 van Idols. Of ze de ronde van vanavond overleeft, ziet u morgen in het nieuws. Wat mij betreft nog een hele fijne avond. Dag!